from your shell momentarily. Please remain seated with your hands and feet inside your clamshell until a cast member arrives. Het is vandaag woensdag? Dinsdag? Nee, het is woensdag. Maandag was de 31ste. Het is woensdag. 2 november en het is 10:15. We zitten nu in de auto en we gaan naar Epcot toe. We gaan lekker eten en drinken over de hele wereld heen, dus we zijn er helemaal klaar voor. En iemand heeft zijn huisdier meegenomen. It's a pet. Well, off we go. Driver ready for dispatch. We zijn in Epcot. Het is weer bloedje heet. Het is echt niet normaal. Maar ja, we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen. Eten, drinken, Food and Wine Festival. Dus dat gaat sowieso goed komen. We hebben een heel lijstje wat we wel en niet willen eten. En er gaat vast nog wel meer bij komen. Dus pak je popcorn erbij en geniet alvast mee. We're soaring! We gaan de store in en daarna gaan we naar mijn favoriete voorbeeld attractie. Living with the Land. It's my dream. Scorching rays of the relentless sun.
zijn we weer. We zijn net in Soren geweest en in Living on the Land. Daar heb ik even al mijn tuinierstechnieken afgekeken om mee te nemen naar huis. Net zaten we in de virtuele wachtrij, want we willen in Guardians of the Galaxy. Dat is een nieuwe attractie, een soort spinning coaster. Maar daarvoor moet je dus virtueel in de wachtrij stappen en dat wil iedereen natuurlijk. Dus vanmorgen was het niet gelukt, het zat helemaal vol. Maar net is het gelukt, dus als het goed is kunnen we er straks in. We staan nu in de rij, we zitten in groep 121 en ze zijn nu bij groep 68 of zo. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Ja, we gaan nu richting Frankrijk. Naar Ratatouille, daar staat als het goed is een klein half uurtje. En daarna is het tijd om denk ik lekker even te gaan eten en drinken. Can't wait! Vive la around the world. We zijn nu bij Frankrijk. Hier gaan we iets van een soort mimosa halen. Ben benieuwd! It's time! We have mimosa met strawberry en orange. Orange strawberry mimosa van Frankrijk. Oh. Dit is heel lekker. That's very good. Well, cheers guys. Zo, we zijn in Japan. Hier wordt het de teriyaki chicken bun. Let's go! Teriyaki bun.
voor papauwbroodje. Wel lekker met kipvulling. Lekker. Was nog niet bezig. We kunnen hier bonsaiboomzaadjes kopen. Met een boek erbij, hoe we hem kunnen kweken. We zitten nog in Japan en we zijn net even in de winkel geweest. Daar hebben we een rondje gelopen en daar zagen we nog Kalpico. Wij kennen dat als kalpis van de shabu shabu. Een soort yoghurtdrankje, dat vinden we daar altijd wel heel lekker. Dus we gaan het hier nu ook even proeven. En we hebben iets van, ja, wat is het? Rijstcakejes hebben we meegenomen. Dus die moeten we even gaan proberen. We hebben geen idee hoe het smaakt. We hebben de smaak perzik. Let's see. Het smaakt een beetje naar snoep. Ja. Perzik is een snoepje. Het is niet vies, maar ik vind ook niet dat er nou heel veel smaak aan zit. Oh. Zijn we weer. Dat is wel lekker. Wel lekker. Gekke structuur aan. Niet heel zacht, maar een beetje taaier. Kijken wat we zo meteen nog gaan brengen. We waren in Japan en nu zijn we in Amerika. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Geen snackstop hier. Bier of een Mickey pretzel. Ja, we moeten nog een keer turkey leg eten, dat wel, maar... Oh hier, turkey legs. Speaking of. Turkey legs. Net waren we nog in... De USA. Nu zijn we ineens in Italië. Ciao bella. Ciao bella. We zijn niet zomaar in Italië, jongens. Nee, nee. Nee, nee. We komen gewoon aan op het San Marcoplein. Het is wel een beetje gekrompen. De vorige keer dat we er waren, was het een stuk groter. Ik weet even niet meer hoe die toren heet. Maar die staat op het San Marcoplein. Het is toch enig, jongens. Hartstikke leuk. Konden we hier nog wat lekkers te kanen halen? Oh, daar is het kraampje. We gaan eens even kijken of hier nog wat goeds te halen valt. We komen hier aan in, ik denk Duitsland. Het lijkt een beetje op Rotenburg. Rotenburg op de Tauber. Hier is Spanje. Estrella is wel lekker.
Maar ja. Het zijn betere dingen om hier te krijgen. Geen Estrella. We gaan door naar Duitsland. Daar kunnen we vast een braadwoest eten. Maar ja, gaan we ook niet doen. Want kunnen we in Nederland bij de buren halen. Ziet er wel schattig uit. We lopen ook langzaam door terug naar de ingang. Want daar zit Guardians of the Galaxy. En daar hebben we nu rond 4:50 dat we daarin mogen. Dus dat is over een half uurtje ongeveer. Dus we lopen wel ook iets sneller door die kant op. Niet de tijd om hier overal heel uitgebreid te kijken. Maar we nemen wel even een snelle blik overal mee. Ver, als je kijkt, we denken nu aan je. Een tentje van de Alpen met stinkkaas. Godverdamme. Lekkere raclette kan je hier bestellen. Nou, de lucht alleen al word je onpasselijk van. Snel doorlopen. Die lucht die achtervolg je ook. Drie verschillende soorten stinkkaas. Nee hoor, we lopen gauw door. We zijn weer doorgevlogen. We zijn in China. Kijk maar uit. Straks steek hier nog een covidje omhoog of zo. China. Kan je hier eigenlijk halen? Kunnen we hier eten? We hebben nog niks spannends genoeg gezien wat we gelijk wilden aanvallen nu op korte termijn. Wel dingen waarvan we denken op lange termijn nog een keertje halen. Maar geen korte termijn happen. Oeh, dumplings. That's nice. Dat ziet er ook op zich wel lekker uit. Behalve die groene purken die erop liggen. Spicy. Bubble tea. Well, maybe later. Noorwegen. Hier zit ook Frozen. En hier staat meer dan een uur wachtrij voor, dus nu even niet. Oh ja, dus je op de foto wil met Anna en Elsa. Nou ja, nu ging het wel, 20 minuten, maar eerder vandaag 60 minuten. We gaan door naar Mexico. Mexico. I'm coming back for you. I'm coming back for you. Margaritas. Maar ja, als we nu eerst zo in de spinning coaster gaan, dan weet je maar eerst heel even wachten met mijn margarita. We gaan even plassen. We mogen nu waarschijnlijk over kleine 10 minuutjes er al in. Dus we gaan die kant op. Chop chop, hop hop. Ik heb wel begrepen dat het ook nog kan zijn dat we dan ook nog eens een half uur tot een uur in de wachtrij moeten. Dat is weer een beetje jammer. Ik denk, we staan virtueel in de wachtrij en is het klaar. Helaas. Time to go. Guardians of the Galaxy. Cosmic Rewind. Cosmic Rewind. Hartstikke leuk. Nou, we gaan eens kijken of ze ons daadwerkelijk ook echt naar binnen gaan laten. Virtual queue. Nou, mocht erin hoor, hartstikke fijn. Waarschijnlijk nog 50 minuten wachten, maar goed, we hebben het ervoor over. Let's go! Dat zeg ik niet. Ik zeg, dit is gemaakt op wachtrijen van 6 jaar. I'm a citizen with a better way of life. Does anyone know what they call themselves? What? Come on. Someone needs to tell me what I'm on. I'm a person. Welcome. Epcot Terrence. I am Centurion Talmeric,
and we're just about ready to teleport you up to the ship for the demonstration. As you're about to enter a secure Nova area, I must ask you to put away your Terran communication devices at this time. Recording of any type is strictly prohibited. I am very serious about this. Now, please step forward into the chamber. I told them to, okay? In de Guardians of the Galaxy. Die was super leuk. Hij ging eerst met een liftje omhoog, toen ging je draaien en toen werd je achteruit gelanceerd. En het was een spinning coaster gedurende de tijd. Dus ja, echt, was heel leuk. Nu net een souvenirtje bij de Starbucks. En ik dacht, nou, als ik toch in de rij sta, ook maar even een lekker koffietje. Met mijn naam goed gespeld, hoe is mogelijk. En van de cold brew. Ja, dat is wel lekker. Nu gaan we even in de winkel kijken. Oh, dat is een leuk t-shirt. Ja, die is wel leuk. En dan gaan we daarna eventjes hiernaast drinken proeven. Beverly moeten we gaan proeven, toch? There we go. Just a tiny, tiny bit. Als je dus een slok neemt, dan gaat het wel. Maar de nasmaak is echt heel vies. Gatver, dat stinkt ook.
smaakt alsof je een of andere naar vlees of een barbecue saus. Dit is echt wel, als je een slok neemt, gaat het wel, maar... Oké, we gaan naar Madagaskar. Oh, dit ruikt lekker. Ik weet het niet. Deze is wel lekker. Het is allemaal smaakjes van allemaal andere landen gewoon kiezen. Maar dit is dus de meest beruchte, de Beverly. Ik moest het zeggen, als je begint gaat het wel, maar zodra je hem weg hebt geslikt, daarna is hij echt super smerig. Wij hebben iets scampi dip, iets met garnalen en een broodje. Om te dippen. Om te dippen. Let's find out. Put it over here. Easy. I think it's garlic and cream. Oh, je hoeft het niet te snijden. Kijk eens. Nee. Maar de vraag is... Houden wij terug? There's a dark, dark cloud above us. En we voelen een beetje... Dus de vraag is, houden we het droog? Oké. You ready? Maybe put some on it with a fork or something. It's spinach. Het gaat regenen. Did you get a shrimp? Mm-hmm. Zit hier kaas op? Ja. Telt even mee voor het kaaslijstje. Lekker. Met kaas. Zeker met knoflook. Lekker. I think it's vinegar. Salt and vinegar. Salt and vinegar. Bacon. En zoete aardappelfriet. We hebben de fry flight. Fries. Dus de frietvlucht. Barbecue, bacon fry, salt and vinegar en sweet potato. Dus die gaan we eens lekker even proeven. En hier moet dus eigenlijk nog iets op, maar dat zit er niet op. Oh, kijk hoe groot de friet. Oh, nou. Met bacon. Lekker. Oh, heel goed. Het is een cottage cheese, wat erop zit. Een romachtig. We staan droog, want het regent. Wat zit er op? Of ze er slagroom op gedaan hebben of zo. Ze zijn allemaal wel lekker, maar die zoete aardappelfriet zit iets op. Vast met suiker. Welkom in Amerika. Ik weet niet, die laatste wat sausjes niet helemaal. Toasted marshmallow cream. Oh, het is toasted marshmallow cream met caramel whisky saus. Dat verklaart. Maar verder, ja, best lekker. Het uitzicht wordt hier steeds stiller, want het gaat steeds harder regenen. Het begint met een T, het eindigt met een T. Het regent. We zijn er niet mogen gevlucht. Het ging even iets zachter regenen. Maar net op het einde ging het weer lekker hard. Dus we gaan lekker
bij Nemo in de zee even kijken. While the crush man sees what he can do to get you moving again. Big old blue. In the big blue world. In the big blue world. Big shark. Da-dum. Da-dum, 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 da-dum. Da-dum, 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 da-dum. It's a shark. It's a shark. So much for the stomach. We zitten al een tijdje vast in de big world. Dit liedje komt nu mijn neus uit, want dit staat op repeat. We're getting out by foot. Hij is kapot. Als het goed is, komt zo iemand ons bevrijden. Oh kijk, daar is het licht. Oh. That's a whole new kind of experience. Hebben wij weer. Hé, hey, maar hadden wij ook ergens in de testwerk kunnen zitten? Buiten, in de regen, vaststaand. Dus zijn slechter in de plek om vast te zitten. Nou ja, kunnen we ook weer afstrepen van het lijstje. Wat een licht, jongens. Wat jammer dat ze dat liedje afgezet hebben. In a big world. Bringing in all our friends. Is she coming? Is she already coming? It's not breaking, it's broken. It's kapot? Yes. Ik durf spit ook gewoon de deur open te doen. Imagination. We're going to see Figment. Figment ride. Let's go. Now, all together, if you would please read line three and hit it. With your eyes EMT, you can see things differently. Sure, you can see with your eyes, but imagine what you could see if you used your imagination. Follow the bouncing Figment. What spark of light can light your fancy? Your mind sees more than what your eyes see. So what do you think? Is it only me? The more than you can imagine. The dark is a sapphire. Imagination is the brain of imagination.
We hebben de Flight Mimosa. Dat houdt in dat we eigenlijk drie verschillende drankjes hebben. Tropical, Key Lime en een Blood Orange. Zo. Let's try. En dat dit een tropical is. Of heb jij de tropical? Nee, ik heb geen tropical. Je hebt blood orange. Het van is sour. Oeh, ja. Dat is bloedsinaasappel. Moet dit de key lime zijn? Oh, die is lekker. Key lime, tropical en dan de blood orange. Zo, we zijn nu bij Spaceship Earth. Zonder wachten, want we hadden een lightning lane gekregen bij Nemo toen we eruit moesten, terwijl we als goed op het einde waren. Dus we konden nu zo zonder wachten doorlopen. Super! Now knowledge can travel as fast as these new books, and travel they do. Return to Earth, your time machine now rotating back. Blue Mesa. Attention, you are now rotating back for your return to Earth. Let's have some fun. Yeah.
We zijn nog net even in Mission Space geweest en we hebben vuurwerk gekeken. Het was wel een beetje aan het regenen, nu nog steeds. Beetje jammer. Maar vuurwerk was super mooi. Het was echt heel leuk. Veel beter dan in Hollywood Studios, want daar viel het eigenlijk vergeleken met dit onwijs tegen. Maar deze gaan we zeker wel nog een keertje kijken. Nu lopen we terug naar de auto. We gaan zoeken, want we zijn vergeten in welke rij we staan. Dus ik hoop dat we op tijd de auto gaan vinden. En dan gaan we waarschijnlijk nog even naar de Walmart, even wat boodschapjes doen. En dan lekker chill. Als je in Amerika je auto zoekt, kan je hem oproepen. Dan zegt hij, tuut tuut, I'm here, I'm here. Dus het natuurlijk verder achteraan dan mogelijk was. Dus nog een eentje lopen. Ach, we zitten pas op 19.600 stappen. Valt mee. Hello. We zijn bij de Walmart. Anda de Valorillita y te contaré. Y dile que veo Carlo. Lo veo. They saw me rolling. Running. Met als boven mijn hoofd. Zie gelukkig om rood te blijven. Mijn hemel. Mijn was van buiten. De deur is hier open. That's a joke. Oh god, nu is de deur hier dicht. Nu moeten we de hele andere kant op. Door de regen. Tijd voor Oreo-koekjes. Lekker met citroen. Of met tandpasta. Hazelnoot. En alle chips ahoy. Walmart, veel boodschapjes gedaan. Het was een gekkenhuis. Het regende als een gek. Je kon de rampen in of uit. Zeiken is nat voordat je bij de auto bent en terug. Maar goed, we hebben het overleven. We hebben weer de nodige spulletjes even gehaald. Nu zijn we weer terug. Ik heb mijn was binnengehaald, die weer opnieuw kan drogen. Nu heb ik even een snackie gemaakt. Lekkere wafeltje. En dan gaan we zo lekker slapen. Morgen gaan we naar Busch Gardens. Dus we moeten denk ik een beetje op tijd op een stukje rijden. Dus ik zeg alvast bedankt voor het kijken. Slaap lekker en tot morgen!